Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time, onze speciale serie over de Suripop-componisten die op 3 december voor de felbegeerde Schulze-Reffung trofee gaan. Vandaag de volgende componist aan de beurt, Delsegio Schijneman. Zijn een hele grote naam voor een jongeman met een heel groot talent. Wij mogen hem Del noemen, we mogen hem ook Delle Model noemen. Dus we hebben allerlei soorten varianten hoe we onze gast vandaag mogen verwelkomen. Mag je gewoon Del noemen? Dag, ja, Del. Zeker. Welkom in Q-Time. En ook gefeliciteerd in Suripop, moet ik zeggen. Dankjewel. Ook voor jou een mijlpaal. Vertel ons je journey naar Suripop toe tot de finale. Want dan daarna is een ander verhaal. Het is begonnen bij Suripop 18. Ja. Toen ik mee had gedaan als vocalist. Mm-hmm. Ik mocht dus een stukje rappen voor mijn mattie, Shaquille Marcus. Ja. Na de show van Suripop 18, was ik een beetje teleurgesteld. We waren niet in de prijzen gevallen. En ik zei tegen mijn vrienden van, we komen terug. Hè. We doen sowieso weer mee, maar dan gaan we een inzending doen als componisten. En het is me gelukt. Ik heb ingezonden. Het was ook niet de bedoeling dat ik zou inzenden. Dat is echt last moment gebeurd. Zeg maar een weekje voordat de inzendingen zouden sluiten. Zei ik tegen Shaquille van, Shaquille, we zouden toch meedoen? Toen zei ik ben al begonnen met mijn compositie en ik liever over 2 dagen. En toen zei ik, hé, maar je hebt me niet meer gemeld. Ja, ik doe het. Dus toen ben ik snel begonnen met schrijven. Ik had al een basis, het refrein. Toen heb ik geschreven en wij waren zeg maar de laatste mensen die hadden ingezonden. Ik weet niet hoeveel inzendingen we waren. 70 zoveel. Ja. Dus wij waren zeg maar nummer 69 of daar ergens. Ja. Dus ik dacht van, ik doe het gewoon en we zien wel. Mm-hmm. En op die bewuste dag belde u me. Dus ik hoorde een stem en ik zei, u zei, is dit dat zijn gescheiden, man? Gefeliciteerd, je zit in de finale. En ik dacht, ik kan me die dag nog zo goed doen. Ik dacht, wat? Dat is mijn geluk. Ja, dus nu zit ik hier als componist. Oké, maar Shaquille zijn nummer heeft dus niet gered. Nee. Okay. En het grappige van dat ding is, je mag iemand uitkiezen om zeg maar een stukje in te zingen. Ja, wanneer je demo, om je demo in te zingen. Om je demo in te zenden. Uh-huh. En Shaquille heeft dat ingezongen voor me. Ja. En hij komt juist niet binnen, zo grappig. En heb jij zijn demo ook ingezongen? Nee, dat heeft iemand anders gedaan. Iemand anders gedaan, oké. Maar het is dus, je hebt gezegd, hey, luister, ik kom terug, maak geen grap. 2018, 2020 gaat niet door, 2022. En je zendt in met het nummer Prasoro. Jij staat bekend als een, want Prasoro is eigenlijk een love song. Yeah. Het is een love song. Mm-hmm. Maar jij staat eigenlijk bij een heel ander genre muziek. Zeg maar hip-hop. Ja, precies. Maar dus hoe gaan we van hip-hop naar hier? Of zeg jij ook van, ik ga voor die Suripop sound? Want iedereen zegt dat. Terwijl ik vind dat je met elk nummer dat je instuurt, dat in de finale komt, een Suripop song kan creëren. Ja, zeker. Ik hou van experimenteren. Ik zou niet zeggen dat ik iemand ben die maar één type muziek gaat, zeg maar. Ik maak niet één type muziek. Ik hou van experimenteren en dat heb ik dus gedaan. Ik dacht van, niemand heeft nog, zeg maar, Kawina gebruikt in een Suripop song. Ik heb het nog nooit gehoord. Dus ik dacht, laten we daarmee experimenteren. En ik vind zelf dat wij als Surinamers, we moeten Kawina gaan exporteren. Mm-hmm. Ik vind dat goud voor ons, want als je naar Trinidad kijkt, Trinidad heeft soca. Als je aan Jamaica denkt, denk je aan reggae. Dus ik vind dat Suriname die Kawina echt moet gaan exporteren. Als mensen aan Suriname denken, als ze aan muziek denken, moeten ze aan Kawina gaan denken. Vind ik hoor, ik weet niet, als het verkeerd is. Ik vind het helemaal niet verkeerd. Dus we hebben een beetje geëxperimenteerd met die Kawina. Een beetje piano eronder, saxofoon. En dus moderner gemaakt. Ja, dat is het volgende. Ondersteund, ja. Oké. Prasoro is een... Ik weet dat er nu al een heleboel mensen bezig zijn te praten over de clip. En dat ze de clip echt inderdaad heel erg leuk vonden. De reacties waren boven mijn verwachtingen, mag ik zeggen. Echt heel veel leuke reacties, heel veel shares. Zijn het fans van jou die ook reageren op je nummer? Ja, het momentje mijn nummer leuk vindt, ben je al een fan van mij. Ja, nee, maar ik bedoel fans van je andere stijl muziek? Ja. Maar ook heel veel mensen die ik niet ken, normaliter, of die ik niet zie, reageren op mijn muziek. Ja. Oké. Hoe laat dat je voelen? Het geeft een goed gevoel. Ja. Daarvoor doe ik het om een bepaalde emotie los te wekken bij mensen. Ja. Ik zie dat het is gelukt. Want als ik naar de reacties kijk van, ik wil trouwen. Iemand zegt hier, ik wil trouwen. Of ik heb mijn trouwlied al gevonden. Ja, of,
Leuk. Ja, dat zie ik dat het toch, wat, dat het toch is gelukt. Oké, hoe ga je verder met je carrière als je inderdaad deze reacties loskrijgt van eigenlijk een genre waar je normaal niet in thuis, als we het maar even zo te zeggen. Ga je switchen? Ga je meer ballads doen? Yeah. Hoe zal dit jou beïnvloeden? We kunnen verder sowieso meer ballads doen. Ja. En verder experimenteren. Ik hou van experimenteren, zoals ik zeg. Ja. Ga gewoon verder. Oké. Okay. Ja. Okay. Brasoro, is dat een lied naar jouw eigen ervaring? Nee. Mm-hmm. Ik schreef het best wanneer ik over de liefde schreef. Ja. En dus dat heb ik weer gedaan met Brasoro. En het is niet mijn eigen ervaring, maar het gaat gewoon over de liefde, de universele taal. En liefde wint altijd voor mij. En ik heb weer over de liefde geschreven. Het heeft gewonnen. Het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt. Ja, okay. Hoe bereid jij je voor op 3 december? Oh, zoals ik dat altijd doe. Normaal hoor. Het is voor mij gewoon een dag. Gewoon een normale dag. Marvin die weet het. Dat is mijn hoekalis. Marvin die zegt me, wees gerust. Hij heeft me al beloofd. Ik weet niet of ik het mag verklappen, Marvin. Setting the bar high, let's go. Marvin die me zegt, wees gerust, Del. Je hoeft je niet druk te maken. Ik ga die job voor je klaar op 3 december. Ik ga het voor je doen. Ik ga zingen. Laat alles aan mij over. Dus ik laat alles aan Marvin over. Hij zegt me, ik heb mijn gedeelte al gedaan. Ja. Dat is het schrijven. Ja. Uh-huh. Ik heb dat al gedaan. Dus nu, jouw arrangeur is volgens mij, zijn naam heb ik nooit eerder gezien, Ricky Alubutu. Ja. Ja, meer bekend als B Classic. Oké. Okay. Ja. Ik ken hem niet, maar ik vond het inderdaad wel verrassend om, weet je, een nieuwe arrangeur te zien op de lijst. Yes. Vertel ons een beetje meer over hem. Ricky Alubutu, zoals ik al zei, meer bekend als B Classic. Dat is ook een producer die aangesloten is bij Music Steroids. Mm-hmm. Jonge heer, die zit nog eens in, hij is volgens mij 24. Ja. Dat is echt goed, hè? Is een jonge opkomende producer waarvan mensen ze gaan vaker van hem horen. Ja, oké. Okay. Ja. Heeft hij een beetje, want je hebt me verteld dat je eigenlijk vaker met hem werkt. Ja. Heeft hij je toch ook wel een beetje true to your own colors gehouden? In de zin van, er is wel, dat zeg je in het nummer ook echt verwerkt qua taste? Nee, wanneer ik met Ricky werk, zijn we beide gewoon vrij. Ik zeg hem, jij mag gewoon vrij werken, doe je ding. En ik doe mijn ding daarna erop. Dus het is niet dat hij gaat zeggen van, blijf alleen. Oké, okay. Maar wat heeft hij voor jou de meerwaarde gegeven aan het nummer? Welke meerwaarde was dat? De instrumenten die hij gebruikt. Ja. Ik heb hem gewoon mijn idee gegeven en heeft zijn ding gedaan. Hij heeft zijn creativiteit de vrije loop gegeven. Ja. En maar ook het incorporeren van die kassikel? Ja. Ja? Ja. Kawina. Kawina muziek, ik zei hem, ik zei hem dus dat, dat we kunnen experimenteren met die Kawina. Mm-hmm. En heeft het dus eronder gegooid, die samples. En dat klonk leuk. Dat klonk goed. Ja, we hebben dat gedaan. Oké. Okay. Ben je happy over het traject? Want kijk, je demo stuur je in. En uiteindelijk komt er een project uit. Wat was het meest stressvolle voor jou? Ja, de juiste persoon vinden om in te zingen. Jouw zanger is op het laatste moment. Op het laatste moment. De mensen hebben geen idee. Nee, ik weet het. Ik heb het een beetje meegemaakt. Laatste moment. Nee, het was op bepaalde momenten. Het was challenging. Dat is het woord. We zullen de details laten. Maar challenging is het woord. Maar Marvin is gewoon geweldig. Heeft het geweldig gedaan. Ja. En het is echt een soort van destined to be in the end. Mag ik zeggen, Dat hij gekoppeld is geworden aan zeker, het nummer. Ja, zeker. Het stond al geschreven dat hij het moest doen. Ja, uiteindelijk. Maar zoektocht. Het was een zoektocht. Ja, ja. Heb je zelf ook gezocht naar een zangers? Ja, zeker. Ja. Een aantal mensen. Maar muziek is een gevoel voor mij. En als ik het niet voel, het is nothing personal. Dus als zeg maar als Odette het inzingt en ik het niet voel, ga ik gewoon zeggen van Odette, ik voel het. Je hebt het misschien goed ingezongen, maar ik voel het niet. Het raakt niks in me, snap je? Dus dat was het. En, dat is wel belangrijk. Het was gewoon, het ging gewoon om het gevoel voor mij. Maar waarom een man en geen vrouw? Het is geschreven vanuit het perspectief van een man naar een vrouw. Dus, omdat de man de Brasoro, de... Huh? Ja toch, hij is de beschermer. Hij is de beschermer, symbolisch. Zou dat moeten zijn. Ja. Ja, zou een man het moeten zijn. De
hoe zeg je dat, de warmtedeken van de liefde slaan over die vrouw ja. in het gezin. Ja, okay. Maar dat snapt het helemaal. Ja, helemaal. Oké, dus voor jou is 3 december gewoon any other day. Ik ga je vertellen, Lammy, zeggen, je gaat zenuwen hebben. Ik weet het nu al, maar dus niet, met any other day bedoel ik dat ik niet dat ik nieuwe dingen ga doen, dat ik zeg maar ja, dingen ga maken of ja, ik ga de hele tijd slapen of dingen drinken of nee, het is gewoon, we zijn gewoon relaxed. Ja. Het is sowieso een grote dag, want Suripop is Suripop. Oh, we gaan niet gek doen. Ja. Maar ja, het is gewoon any other day. Je hebt dan dus meegedaan als vocalist. Je bent nu in de finale als componist. Is voor jou daarmee het Suripop verhaal? Dat je zegt van, ik ben in de finale, ik ben klaar. Nee, of zeg je van, nou, ik ga door, dit is, maar ik ben alleen maar komen proeven. Ja, ik ben alleen maar komen proeven. Ja. Ja, we gaan sowieso door, want ja. Ik heb tot nu toe geproefd en ik vind het lekker. Ja, ja zeker. You like it? Wat vind je het meest, want je bent een producent, yeah. Dus wat vind je het meest opvallend anders aan jouw eigen productietraject? Want je zit nu in een competitie, normaliter zit je niet in een competitie, dus dat element kan natuurlijk wel voor wat extra spanning zorgen. Maar er zijn natuurlijk ook andere facetten aan het traject geweest. Suripop is anders voor mij. Meestal, wanneer ik als artiest zelf in de studio duik, is het gewoon werken, is het gewoon opnemen en that's it. Ook het proces van opnemen is anders. Suripop is echt... Puntjes op de i, top kwaliteit. Wanneer ik in de studio ga, kan ik gewoon inzingen soms. En we gebruiken dat gewoon. Maar Suripop willen ze, het is gewoon, niks is perfect, maar we streven naar perfectie bij Suripop. Dat is het, puntjes op de i, je hebt het al gezegd. Toch ietsje intensiever in het traject. Intensiever, zeker. Maar je hebt het wel als goed ervaren. Ja, dat vind ik spannend. Ik vind dat spannend. Ja. Je wordt gechallenged. Ja, okay. En ik hou van een challenge. Van een challenge. Ja, en een uitdaging in out of the box en experimenteren. Dus mix it all into one. Yes. En dan hebben we dus Prasoro. En daarom kan ik nog geen punt erachter zetten. Daarom kom ik terug. Okay. En doe ik nog een keer mee. Heel mooi. Kan je alleen maar beter maken. Ja, mooi. Ik ben blij dat inderdaad een Suripop zijn intrede gedaan heeft in de jongere generatie. En denk ik dat jij daar zeker een voorbeeld van bent. Dus dankjewel. Dan zeg je ook heel erg veel succes toegewenst. Ja, ik hoop dat toch 3 december voor jou niet een gewone dag is. Huh? Ik hoop maar dat het toch een bijzondere dag wordt. Maar ik heb het ook gezegd tijdens de launch. Het feit dat we al, dat ik al een van de finalisten ben, heb ik al gewonnen. Dus voor mij is het al een eer dat ik hier mag zitten op deze stoel naast u. Mocht ik niet in de prijzen vallen, no worries, dat doen we nog een keer mee. Nog een keer mee. Maar in de prijzen vallen kan het alleen maar mooier maken. Mooier, tuurlijk. Ja, I sing on the cake. Maar dan heb je in ieder geval een prachtig nummer, waarvan mensen al hebben gezegd van, ik heb mijn wedding song al. Dus. Ja, zeker. Dat maakt wel dat betekent wel wat. Zeker. Succes, we gaan het op 3 december merken. Dank u wel. Ja. En ik zou zeggen ook succes aan de overige finalisten. Zeker weten. Hartelijk bedankt voor je mooie wens. Thank you. Dat was Del Sergio Schenemann. Del in Model, ook wel beter bekend als zijn nummer. Prasoro wordt gezongen door Marvin Josafat en Ricky Albutu was de arrangeur. En we gaan het zien op 3 december wat Del in Model zijn nummer teweeg zal brengen op het podium in Nice. Dank wel voor het kijken en tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.